Beste kijkers, goedendag. De natuur die is best wel van slag. Krijgt daar diverse foto's van binnen. Katjes die bijvoorbeeld al uitlopen of bloembollen die al duidelijk boven de grond uitkomen. Zoals hier op deze foto goed te zien is van. Karel Klaassen uit Rotterdam. Ja, niet zo verwonderlijk beste kijkers, want vandaag hadden we een datumrecord op Rotterdam Airport. Daar steeg het kwik naar 11,6 graden. Het oude record stond op naam van 1998, hè, op de 3e januari. Ja, al met al natuurlijk, ja, belachelijk hoge temperaturen. En de grote vraag is dan ook: krijgen wij nog winter weer de komende tijd? Het antwoord is: nee, helaas niet voor de schaats- en winterliefhebbers. Vannacht dan wordt het overal droog. Dan gaat de wind ook geleidelijk aan in kracht afnemen. Vanavond is het eerst nog wel onstuimig, er vallen buien en dergelijke. Maar vannacht is dus duidelijk beter. Temperaturen zo'n 6 à 7 graden. En de wind neemt dan af langs de kust tot vrij krachtig. Windkracht 5, maar dan is het al bijna ochtend. Ja, en dan zaterdag overdag ziet het duidelijk beter uit dan vandaag. Het is best een aardige dag met zo geregeld de zon erbij. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Nou, misschien eind van de middag, maar zeker in de avond. Dan trekt er een smalle lijn met wat regen over onze regio naar het noordoosten. En de temperatuur is middags. Nou, ongeveer een graad of 9, en dat is dan wel minder zacht dan vandaag. En de windwijdmaten gaan zeer vrij krachtig. Windkracht 5 uit het zuiden tot zuidoosten. Zondag, een prima dag om erop uit te trekken. Het blijft tot de avond overal droog. Periode met zon, een temperatuur van een graad of 8. Maandag weer, ja, het lijkt wel hergens, beste kijkers. Periode met regen, buien, straffe wind uit het zuidwesten. Hoge temperaturen, 12, misschien lokaal wel 13 graden. Dat moet dus inderdaad niet gekker worden, zou je bijna zeggen. En ook dinsdag en woensdag temperaturen in de dubbele cijfers. Het blijft wisselvallig. Ook s'nachts temperaturen 8 graden. Niet normaal. Normaal is het nu overdag een graad of 6. En s'nachts hebben we normaal gesproken temperaturen rond het vriespunt. Het is helaas niet anders. Nou, maakt u ook dit weekend uh, fraaie weerfoto's? Stuur ze vooral in grote getalen op naar weerfoto@rijmond.nl. En ik heb nog heel wat ijskrabbers om weg te geven. Wellicht kunt u ze later deze winter nog wel een keer gebruiken. Fijn weekend toegewenst en heel graag tot maandag.